Hey, goedemorgen. Zoals gezegd, kom ik vanochtend eventjes live om het te hebben over het lichaam en hoe dat je je lichaam feitelijk kan gebruiken als hulpmiddel om beter bij jezelf te komen, om te landen, om beter te voelen wat dat je voelt, hè, voor al die zaken. Ik ben iets later dan voorzien, maar desalniettemin ben ik heel blij dat je erbij bent. En mocht je mij nog niet kennen, ja, ik ben Lieve van Weddingen. Ik werk al 16 jaar als therapeute. En het lichaam is voor mij een fantastische ingangspoort om je vrijer te gaan voelen, om je meer tevreden te gaan voelen, om meer en meer, hoe zal ik het zeggen, in jezelf te kunnen zakken, zodanig dat je meer en meer kan gaan voelen wat dat je fijn vindt, wat dat je niet fijn vindt. Maar jouw lichaam helpt jou natuurlijk ook heel erg om meer en meer die oude angsten of het verdriet of de pijn, hè, uit je systeem te laten wegvloeien. Want uiteindelijk zijn het wel die zaken, die ervoor zorgen dat je vast blijft zitten in je leven, hè. Want ik vermoed, hè, je bent aan het kijken. Ik vermoed dat er best wel wat mensen zijn die, hè, of al in therapie zijn, of in coaching, of zoekende zijn, of ja, niet goed weten van, ja, ik heb wel het gevoel dat ik wel weet waar ik naartoe wil. Hè. Ik weet ook wel goed, hè, waar dan mijn valkuilen zitten, of mijn patronen, maar hoe ga ik daar nu mee aan de slag? En ik zie dat heel vaak bij therapie dat er heel veel gepraat wordt. En dat is natuurlijk oké, hè. Ik praat ook graag en ik praat ook veel en ik kan ook lastige vragen stellen. Maar tegelijkertijd is het zo belangrijk dat je je lichaam eigenlijk meer en meer gaat betrekken bij jouw herstelproces, hè? Want zo noem ik dat ook echt, hè? Het is echt een herstelproces waar dat je instapt, hè? Waardoor er een bepaalde transformatie kan ontstaan. En door die transformatie, hè, ga je feitelijk letterlijk bevrijden. En dat wordt ook heel vaak gezegd, en bevrijd jezelf en laat los en van die dingen allemaal. Maar waarom bevrijd je eigenlijk? Hè? Ik vind dat op zich al een hele goede vraag, hè, om aan jezelf te stellen. Hè, waarvan wil ik bevrijd worden? En als ik dus zo kijk, bij alle mensen die ik al gezien passeren heb, het gaat feitelijk in essentie altijd over. Ja, bevrijden van oude dingen, hè? Oude pijn, oud verdriet, oude angsten. En je mag er eigenlijk van uitgaan dat alles waar je op dit moment mee worstelt, dat iets is van vroeger. Ja, dat is zelden iets van iets recents. Natuurlijk komen we allemaal in rouwprocessen terecht, hè? Dat is nog eventjes, hè? Dat is nog een categorie apart. Maar patronen, overlevingsmechanismen, reacties waarvan dat je voelt dat je daar keer op keer invalt, hoe dat je omgaat met mensen, hoe dat je omgaat met interactie, hoe dat je omgaat met aanraken, hoe dat je omgaat met de ups en de downs van het leven, hoe dat je omgaat in een relatie met je partner. Ja, al die zaken, hoe dat je omgaat met stress ook, hè, is zeer sterk geënt op iets van vroeger. En je kan daar natuurlijk over praten en de eerste reactie die mensen vaak krijgen is, ja, van waar komt dat? Hè? Of waarom is dit zo? En dat is natuurlijk boeiend, hè? Dat is heel interessant. Hey, Frederik, fijn dat je er bent. Dat is natuurlijk boeiend en dat is natuurlijk interessant. Tegelijkertijd lost dat ook niks op. We weten allemaal dat we geen zak chips moeten eten, dat alcohol slecht is, dat we moeten bewegen, dat we beter moeten ademen, hè, dat we niet door het rood mogen rijden, dat we moeten betalen als we parkeren, hè, dat we niet, hè, dat vreemd gaan, funest is voor uw relatie. In sommige gevallen helpt dat ook om een doorstart te maken natuurlijk. En we weten zoveel. We weten dat we niet te hard of niet te fel mogen werken. Dat we goed voor onszelf moeten zorgen. Dat we moeten afwisselen tussen ontspanning en spanning. En we weten dat allemaal wel. En toch doen we het niet, hè? Toch liggen we wakker 's nachts. Toch liggen we te piekeren 's nachts. Toch roepen we op onze kinderen. Toch sluiten we ons af als onze partner iets zegt, hè? Toch voelen we ons zo vaak nog gekwetst. En heeft dat eigenlijk allemaal niks met u te maken?
En het is dus niet omdat je weet van waar het komt, en dat het ook automatisch beter gaat met jou. Of dat je automatisch voelt van, ah ja, nu heb ik wel het gevoel dat ik mijn leven op de rails krijg. En waarom is dat? Omdat alles wat we meemaken gewoon in ons lichaam zit opgeslagen. En dat begint bij het begin. En het begin is in de baarmoeder, hè, waar dat jij groot geworden bent, waar dat je gegroeid bent, hè, waar dat je van een mini klein celletje uitgegroeid bent tot een mooie baby, hè, die dan geboren is. En dus daar begint het al. En voor mensen die geloven in reïncarnatie, eigenlijk is het al, hè, begint het al veel vroeger, hè, vorige levens en zo. Maar goed, dus door het lichaam feitelijk niet te betrekken in dat herstelproces, hè, mis je iets heel belangrijks. Hè, want als het niet doorvoeld is, als het niet belichaamd is, als je die nieuwe ervaringen niet kan opslaan in jouw lichaam, en als je lichaam vol continu blijft reageren op vroeger, en als er vol continu eigenlijk stukken wakker gemaakt worden van vroeger, hè, pijnlijke stukken, verdrietige stukken, angstige stukken, hè, stukken die er niet mochten zijn. Hè, als je daar niet mee aan de slag gaat, dan, ja, dan verandert er in wezen heel weinig. En wat zie ik heel erg bij heel veel mensen, is dat ze heel erg in hun hoofd zitten. Hè. We denken te veel na, we analyseren, we rationaliseren. En dat heeft op zich natuurlijk wel waarde, hè, want we zijn een denkende mens. Hè. Maar tegelijkertijd belemmert het jou ook om te zakken in je lichaam. En, want hè, je hebt een hoofd, maar je hebt ook nog een heel lichaam. En we doen dat natuurlijk met de reden in ons hoofd zitten, hè, want daar is het veilig. Hè, daar doet het geen pijn, afgezien van de hoofdpijn dat je krijgt van een pieker. Maar het pijnlijke stuk zit hier, hè, zit in je hartstreek, zit in je buik, hè, in je bekken wellicht ook, hè, dat vaak ook afgesloten zit. Hè, zit hier in je lijf, hè, daar waar de emoties voelbaar zijn. Het is daar waar je van weggaat. En in deze live wil ik jou tonen hoe dat je een beetje meer in je lichaam kunt zakken. Hè? Want dat is eigenlijk wat dat je nodig hebt. En waarom durf ik dat zo overtuigd te zeggen, dat je dat nodig hebt? Omdat ik gewoon doorheen de jaren gezien heb wat dat met mensen doet. Hè? Als ze meer kunnen gaan ademen, als ze meer kunnen gaan zakken, als ze meer kunnen landen in hun lichaam. Wordt het daardoor makkelijker? Nee, het wordt daardoor niet makkelijker. Maar het brengt wel vooruitgang. En als je misschien denk je nu van, oh ja, maar lief, ik heb dat allemaal al geprobeerd en dat helpt niet bij mij. En ja, ik vraag me dan altijd af, ja, hoe lang heb je dat geprobeerd? Hè? En hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Want ik vind landen in je lichaam, zakken in je lichaam, bezig zijn met ademhaling, met bezig zijn met je lichaam, met je lijf, is iets wat je elke dag te doen hebt. Dat is zoals je tanden poetsen. Dat is zoals ja, proper onderbroek aandoen elke dag. En dat is zoals water drinken elke dag. Dat is iets, dat is gewoon, it's a daily practice, zoals ik dat noem. En daarom bezit ik daar ook giga veel tijd aan in deep dive, dat is mijn jaartraject. Want die daily practice is gewoon noodzakelijk om, ja, om jezelf dat toe te eigenen, om dat te automatiseren, om ook er echt in de diepte in te duiken. Hè. En ik zie dat het voor heel veel mensen, dat een van de moeilijkste dingen voor heel veel mensen, dat is zakken in hun lichaam. Hè. Want er zit een weerstand op. Hè. De weerstand is eigenlijk ook heel logisch, is heel menselijk. Omdat we weten natuurlijk, daar doet het pijn. Hè. En mensen houden niet van pijn. Mensen houden niet van ongemak. Mensen houden niet van discomfort. We zijn zeer erg gewoon om onszelf af te leiden van ongemak. We gaan Netflixen, we gaan Facebooken, we gaan Instagram, we drinken een glas wijn, we eten een chocoladewafel. We reiken uit naar vriendinnen, maar dan ook
over koetjes en kalfjes te praten. Hè. We zijn bezig met andere mensen. We hebben zoveel tactiekjes eigenlijk, hè, om maar niet te moeten voelen. En dat is oké. Op een bepaald moment werkt dat alleen niet meer. En op een bepaald moment ga je voelen van dat het je naar beneden trekt, dat je energie eraan verliest, dat je keer op keer weer in die oude valkuilen trapt. Want hè, doordat je eigenlijk geen tijd neemt om stil te staan bij je emoties, hè, raak je angstiger. Hè. Want angst is iets wat dat vergroot. Je gaat meer piekeren, dat gaat je relaties onder druk zetten, je gaat je meer en meer afsluiten en al die dingen. Hè. Allemaal zaken waar we als mens eigenlijk niet voor gemaakt zijn. We zijn echt gemaakt om te verbinden. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat je je veilig voelt. Hè. Dat je je veilig voelt in je eigen lichaam. En ik geloof dat heel veel mensen, zonder dat ze het zelf beseffen, vol continu in een soort van fight, flight zitten, zelfs een freeze zitten. Omdat we van zo jong al onder stress staan, onder druk staan, ons onveilig voelen, omdat er te weinig eigenlijk een veilige context is geweest. Hè, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk heel erg op onze hoede zijn. Hè, alsof dat we altijd achterom aan het kijken zijn van oei, kan er meer iets over komen? Van, oei, gaat er iemand met een mes in mijn rug steken? Van, oei, kan ik gekwetst worden? Van, oh nee, ik ga mijn hart beschermen. Oh nee, dat wil ik niet. Hè? En dus die vol continue op de hoede zijn, hè, dat ervoor zorgt dat we feitelijk niet echt kunnen ontspannen. Dat we ons niet veilig kunnen voelen in ons eigen lijf. En het is dat veilig voelen in je eigen lijf, hè, dat echt een hele belangrijke stap is vooruit. Dat je je meer en meer ervan bewust wordt van, ah, maar wacht eens even. Het zit niet helemaal, mijn lichaam, dat zit precies niet helemaal goed. Ik zit toch in een of andere reactie. En die een of andere reactie, die zorgt ervoor dat je zo in automatisch piloot komt, dat je gaat afleiden, dat je in je hoofd schiet, dat je angstig wordt. Dus daarom is het echt cruciaal dat je meer en meer kan zakken in je lijf. Hè? En dat je, doordat je zakt in je lichaam, hè, dat je ook echt kan voelen van, dat vertelt mijn lijf mij. Dat is, zo voelt het. Hè? En doordat je meer en meer in je lichaam geraakt, ga je natuurlijk ook oud zeer tegenkomen, maar wees blij, want dan kan je daarmee aan het werk. Hè? Want hoe meer dat je die zaken gaat losmaken, lostrillen, ja, hoe meer ruimte dat er natuurlijk komt voor vrolijkheid, voor geluk, voor tevredenheid, voor stroming, voor liefde te geven, liefde te ontvangen. Ja, hoe meer vrije ruimte dat er is, ja, hoe beter. Hè. Dan kan je ook echt gaan stralen. En dan kan je ook echt voelen van, het komt binnen, het kan binnenkomen en het kan terug naar buiten gaan. Hè. Dat je zo in die circulaire beweging komt, hè, die eigenlijk ideaal is. Hè? Dat is het ideaal plaatje. Hè? Daar is altijd wel nog van alles om aan te werken. Hè, zo. Maar dat is wel wat je voor ogen kan houden. Hè? Dat het binnenkomt en dat het dat het door het systeem gaat en dat het dan weer naar buiten kan. En dat het naar binnen komt en dat het dan weer naar buiten kan. Ik hoop dat je het een beetje kan voelen. Ik weet niet waar je zit op dit moment. Je mag zeker ook iets vragen. Hè. Je kan iets typen. Hè. Als je vragen hebt of je voelt een vraag opkomen of je denkt zo van, oh, wat zegt ze nu? Alsjeblieft, gooi het erop. Smijt het in de groep en dan pak ik het mee met een parallel. Dus uw eerste betrachting is wel waar dat je het eerste je aandacht kan op richten is op is op jouw houding. Ik weet niet hoe je op dit moment zit, of staat, of ligt. Dat kan allemaal. Als je zit, is het sowieso belangrijk dat je twee voeten op de grond houdt. Je kan ook gaan recht staan. En als je recht staat, is het belangrijk dat je voeten parallel staan aan je bekken. En dat je echt voelt dat je goed op de grond staat. Alsof je echt naar beneden getrokken wordt. Breng jouw aandacht echt naar je voeten. Letterlijk. En visualiseer jezelf dat er uit jouw voeten echt wortels groeien en dat die echt jezelf naar beneden trekken. Ik sta onder de douche.
En dat je echt voelt dat je er staat. Ik ga even recht staan zelf. Ja, als je mij nog niet kent, ik ben, hoe moet ik het zeggen? Mijn lichaam is echt mijn tempel. Dus ik ben zelf ook heel bewegelijk en ik toon graag de dingen. Ik ben niet zo'n therapeut van de modellen en zo. Dus als je rechtop staat, zorg er dan ook voor dat je armen naast je lichaam hangen. En wat dat heel belangrijk is en waar je zeker op kan letten, is dat jouw mond een beetje openvalt. Ja, en dat is echt een hele belangrijke. Hè? Want heel veel mensen voelen ze nu hun tanden op elkaar. En door die tanden op elkaar zit, komt er zoveel spanning op je kaakbeen. Hè? Je moet die ook maar eens duwen op je jukbeenderen. Als dat daar pijn doet, dat is eigenlijk niet de bedoeling dat dat pijn doet. Hè? Dus laat je mond open hangen. En je gaat voelen dat er een zekere ontspanning komt in je lichaam. Dat is echt iets waar dat je, als je daar gaat op letten, waar dat je heel veel vooruitgang kan inboeken. Omdat je, als je je mond laat openhangen, dan krijg je een soort van ontspanning en is het ook makkelijker om in en uit te ademen. Ik weet, in sommige yoga stromingen, wordt er gevraagd om door de neus te ademen. Ja, ik ben van het lichaamswerk en ik doe dat heel graag door de mond. Je mond is groter, een belangrijke reden. Dus je kunt meer lucht binnenpakken. Twee, veel makkelijker om te sturen als je ademhalingsoefeningen gaat doen. Gaan we zelfs doen. Dat. En bovendien, zorg je voor ontspanning. Want je moet je maar eens voorstellen dat je zo s'avonds in je zetel ploft. Hopelijk zonder zakchips. En dat je zo een zucht van verluchting slaat. Dat doe je met je mond open, doe je niet met je mond dicht. Zo dat zo, dat doe je met je mond open. Dus laat je mond een beetje open hangen. En als je je ogen wilt sluiten, sluit je ogen. Ik ga ook even mijn ogen sluiten. En je ademt gewoon via je mond in en uit zonder iets speciaals te doen. Je hoeft niet daarover na te denken, maar adem gewoon eens en neem jouw ademhaling waar. Hoe adem je? Algemeen mag je er eigenlijk van uitgaan dat je te weinig ademt. Daarmee bedoel ik het aantal keer. Te hoog. Hier. En ook niet diep genoeg. Het is vooral je uitademhaling die belangrijk is. Jouw inademhaling is een reflex. We kennen allemaal het spelletje van... Ik alleszins. Ik speelde dat spelletje vroeger. Als je door een tunnel rijdt, dan moet je je adem inhouden. Deed er iemand dat? En in Zwitserland en zo zijn er zo echt hele lange tunnels. En ik herinner mij als kind... natuurlijk, op een bepaald moment gaat je systeem je aanmanen om te ademhalen. Als je niet die inademing doet, dan val je dood. Maar je gaat voelen ook, op een bepaald moment, je hebt daar geen controle over. Dat gebeurt gewoon, dat is zoals je hartslag. En... Dus daar hebben we eigenlijk niet zoveel over te zeggen, wanneer dat gebeurt. We kunnen wel die inademhaling gaan reguleren. We gaan die gecontroleerd, maar ik gebruik dat woord niet zo graag. Dus met aandacht gaan inademen. En dan kunnen we onze uitademhaling heel lang maken. En het is die uitademhaling die cruciaal is. Want daar wordt ons zenuwstelsel heel blij van. Van een lange uitademhaling. Je weet ook, eventjes de andere kant van de medaille. Als je in paniek bent en je gaat hyperventileren, adem je eigenlijk heel hoog. Ja, en je ademt veel meer in dan dat je een deftige uitademhaling hebt. Waardoor je zenuwstelsel en je reptiele brein denkt van, oei, er is iets aan de hand. Ik moet mijn adrenaline naar boven, cortisol naar boven. Er is gevaar. Dus door jouw ademhaling, uitademhaling lang te maken, you trick a little bit your brain. Want door je uitademhaling lang te maken, denkt je reptiele brein, oh, alles is oké. Okay. Ja, je hartslag is oké. Okay, lange uitademhaling, allemaal oké. Okay. Dus... zeker en vast letten op je uitademhaling. Dus
we gaan eventjes iets doen. Hè? We gaan in 4 tellen inademen, houd 7 tellen vast en je ademt in 8 tellen uit. En ik adem heel graag in, alsof dat je door een rietje inademt. Hè? Dat helpt jou om veel grip te krijgen op jouw ademhaling. Hè? Want ademhaling is feitelijk een hele makkelijke manier om in je lichaam te komen, jezelf te reguleren, stress te verminderen, al die dingen allemaal. Allemaal wat je elke dag kunt gebruiken. Oké, dus we gaan in 4 tellen inademen. Nou, in 7 tellen vast. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En je ademt in 8 tellen uit. Let op dat ik dat ook met mijn mond open doe. Ja. Waarom houden we 7 tellen vast? Dat is veilig. Daarmee rek je je middenrif een beetje. Hè. Door je middenrif een beetje te rekken, hè, krijg je meer volume-inhoud. Wat ik vaak zie... je mag dat ook eens doen. Hè, ik ga je intussen verder vertellen. Wat ik vaak zie bij mensen, is dat ze tegen mij zeggen... Ah, lieve, maar als ik zo inadem, ik voel zo druk op mijn borstkas. Dat doet hier pijn. Hè. Dat doet hier pijn. En omdat dat... pijn doet, raak ik in ademnood. Dat is ook omdat je daarin nog te weinig geoefend hebt. Alles gaat over oefening. Het gaat niet over dat je iets goed of slecht doet. Het gaat niet over dat je talent hebt of geen talent. Het gaat echt over oefening. Elke dag opnieuw oefenen. Elke dag opnieuw die ademhaling. Proberen te pakken en te proberen te reguleren. En daar meer zicht op te krijgen ook van... Ah ja, hoe adem ik nu? En hoe kan ik mijn ademhaling langzamer maken, dieper maken? Zodat mijn zenuwstelsel niet in de flight of de fight komt, of de freeze komt. Nog een interessante ademoefening is in trapjes inademen. Dus zorg dat je eerst uitgeademd bent. En dan adem je in trapjes in. En uit. Als je die oefening doet, belangrijk dat je schouders gewoon beneden blijven. Ja, het is goed dat je het zegt. Ja, dat je schouders beneden blijven. En het is ook belangrijk altijd om te checken of dat je buik bol wordt als je inademt. Als je inademt, wordt je buik bol. Als je uitademt, wordt je buik holder of platter. Ja. En inderdaad, je kan duizelig worden. Waarom is dat? Omdat je veel meer zuurstof binnenkrijgt dan dat je brein gewoon is en dan heel je systeem gewoon is. Dus eigenlijk is dat een goed teken. Je gaat niet flauw vallen. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. En je gaat merken, als je dat een paar dagen doet, dan is dat eigenlijk weg. Als je toch bang zou worden van, oh, dat je hier ligt te draaien, stam dan met je voeten op de grond, waardoor je meer gronding krijgt. Maar ademwerk, dat is echt iets wat je te oefenen hebt, te leren hebt, elke dag opnieuw. Hè. Dus dat zijn al 2 eigenlijk hele eenvoudige oefeningen die je kan doen. Ook daar geldt weer, eigen jezelf discipline toe om het ook echt te doen. Hè. Want je gaat voelen bij jezelf dat als je dat stel een kwartiertje doet... Hè, er gaan zaken beginnen bougeren in u. Je gaat misschien voelen dat je angstig wordt. Of je gaat misschien voelen dat er verdriet naar boven komt. Of het kan zijn dat je... Ja, het kan ook zijn dat je kwaad wordt. Of dat er een bepaalde herinnering komt. Of et cetera, et cetera. Maar blijf daar kalm onder. Er komt altijd alleen maar naar boven wat jij kan dragen op dit moment. Ik geloof ook dat we heel erg vertrouwen moeten krijgen in onszelf om te doorvoelen wat er nog mag doorvoeld worden. Al die zaken waar dat je mee worstelt, die er nog zitten, waarom zitten die daar? Omdat die nog niet voldoende doorvoeld zijn. En dat doe je in eerste instantie met je lijf. En dat doe je niet met je hoofd. Tot spijt van wie het benijdt, maar je kan niet voelen met je hoofd. Hè? En... we zijn heel slim geworden in het afdekken, wegduwen van onze emoties. doordat je meer en meer met je lichaam bezig bent, ga je voelen dat er zaken gaan bewegen, letterlijk. Je gaat
pijn krijgen, je gaat emoties voelen, maar dat is it's a good thing. Echt waar. Gun jezelf dat ook. En als je zo ademwerk doet, ik wil dat toch vragen, ik wil er heel graag aan toevoegen, dat je door, als je rechtop staat, dat is eigenlijk, vind ik zelf, het meest ideaal. Je zorgt dat je mooi rechtop staat, je voeten parallel onder je bekken, je knieën een beetje gebogen, dat je zo wat door je knieën zakt, je armen naast je lichaam. En zo ga je die ademhalingsoefening doen. 4 tellen in, 7 tellen vast, 8 tellen uit. Nog een keer, 4 tellen in, 7 tellen vast, 8 tellen uit. Je kan dat 3 minuten doen en je gaat voelen dat, al direct, dat je al direct effect voelt daarvan. Maar geef jezelf de tijd om te gronden. Doe dat kalm. En dat is ook iets wat je gaandeweg eigenlijk leert. Hoe dat je kan gronden, hoe dat je rust rustiger kan worden. Maar die ademhaling is eigenlijk je eerste stap. Nu, zoals ik daar straks zei, voor veel mensen is het heel moeilijk om te zakken. Te zakken in hun lichaam. We zijn zo geneigd om hier hoog te leven, om alles met ons hoofd te doen, om te piekeren, om na te denken, om beslissingen te nemen, om te voelen wat we te doen hebben met die maand, hoe we gesprekken voeren. En we doen dat heel vaak vanuit hier. En ik zie ook, veel mensen zitten gewoon niet in hun lichaam. Je kan dat heel erg voelen, bijvoorbeeld aan uw bekken. Je hebt uw lichaam, de buitenkant van uw lichaam. Maar je hebt natuurlijk ook een binnenkant van uw lichaam. En als ik zeg van landen in uw lichaam, dat gaat niet over de buitenkant, dat gaat over de binnenkant echt. Dat gaat echt over wat zit er in uw lichaam. En van daar te gaan voelen. En een eenvoudige visualisatie die ik vaak doe, ik zal ze eventjes doen met jou, is je sluit je ogen en je reguleert jouw ademhaling. Je maakt die lang en diep. En je stelt je voor dat je jezelf een kleine parachute aantrekt en je stelt je voor dat je echt mini wordt. En via jouw keel spring je eigenlijk in je lichaam. En dus je gaat langs je luchtpijp, ga je naar beneden, je passeert je maag. En dan kom je, je bent hier al aan gepasseerd, dat is je hartstreek. Daar kom ik straks nog op terug. Maar je passeert je middenrif, je maag. En dan kom je bij de gevoelige zone. Dat is waar dat veel emoties voelbaar zijn. Angst, verdriet, hij zit vaak daar. Maar je gaat nog een beetje verder. Je gaat verder naar je onderbuik. Dan kom je bij je heupen, je liezen. En dan ga je nog een beetje verder. Je gaat voorbij je geslachtsdeel en dan kom je bij je benen uit en ga je naar beneden. Dat is de beweging. En je gaat die beweging een aantal keer doen en je probeert ergens te landen met je parachute. Sommige mensen willen graag landen in hun bekken, anderen willen graag landen bij hun emoties. Maar voel maar eens, voel maar eens, van waar wil je graag landen met je parachute? Misschien zullen sommigen nu denken, maar dat is wat ik niet weet, Lieve, wat ik voel. Of wel, mijn intuïtie, dat is ergens kapot gegaan. Maar die waarde is niet kapot gegaan en je voelt zeker nog. Maar het helpt ook wel als je je hand even laat meebewegen. Je gaat vanzelf voelen en dat die ergens stopt. Okay, en daar land je. Visualiseer jezelf echt dat je met je twee voeten op de grond, boef, landt. En je doet je parachute af en je gaat daar zitten. Je ademt. Je blijft daar waar je zit. En je ziet jezelf ook echt zitten. Kleermaker zit, parachute naast u. Ja, en adem. Laat uw mond open hangen. Adem. Kom tot uzelf. Beeld je in dat je rustig bent. Dat je
Hè, dat je oké bent, hè, dat je veilig bent. En ga maar eens voelen wat er gewoon gebeurt in je lichaam op dat moment. Hè, wat komt er naar boven? En misschien zijn er sommige mensen die nu denken van, ja, er komt helemaal niks naar boven. Ja, en dat kan. En dat is ook oké. Dat is ook echt oké. Want geloof mij, dit is een weg van lange adem. Hè, dit is iets, dat is een weg die commitment vraagt, engagement vraagt. Hè, die je niet zomaar van de ene op de andere dag, dat je dat zomaar op de ene dag op de andere dag kan. Hè, dat is ook de reden waarom dat deep dive een jaar duurt. Hè, dat is je daily practice. Altijd opnieuw weer zakken in je lichaam. Want als je zakt in je lichaam, hè, dan kan er ook naar boven komen wat er eigenlijk al die jaren nog vast zit. Hè. En voor sommige mensen zeggen, ik vind dat wel eng. Hè, want heel veel mensen zeggen dan wel tegen mij, ja, maar lieve, als ik dat doe, ik ben zo bang voor dat er naar boven gaat komen. Misschien crash ik wel helemaal. Hè. Misschien. Misschien klik er shit in, als je iets. Misschien begin ik zo hard te wenen dat ik niet meer kan stoppen. Misschien moet ik dan wel opgenomen worden. Ah, misschien kan ik dan niet meer voor mijn kinderen zorgen. Hè? Dat zijn allemaal die angsten. Maar opnieuw, ik ga het nog eens zeggen. Er komt alleen naar boven wat je kan dragen. Hè? Ik heb nog nooit iemand geweten die begint te huilen en die nooit meer kan stoppen. Op een bepaald moment stopt het. Of op een bepaald moment heb je er genoeg van. En zeg je van, oké, nu is het wel goed geweest. Of nu ga ik echt weer iets anders doen. Hè. Dus op een bepaald moment kom je daar toch uit. Hè, en ga je toch iets anders doen. Hè, dus die, zo het zakken in je lichaam, het landen, het tot, echt tot rust komen en gaan voelen wat er zit, is feitelijk een hele makkelijke, eenvoudige manier om die eerste stap te zetten naar dat lichaamswerk. En dat is iets, dat is een hele belangrijke sleutel, omdat je daarmee jezelf toestaat om toegang te krijgen of te verkrijgen tot je lichaam. Dat wat al jaren op slot zit. Hè. Ik denk, hè, zoals als ik kijk naar mijn cliënten, dat zijn er heel veel al intussen, ik weet niet hoeveel eigenlijk. Voor heel veel mensen zit het lichaam op slot. Als het moeilijk wordt of als we veel emoties voelen, het eerste wat we doen is, we stoppen met ademen en we stoppen met te voelen. Dus we moeten onszelf terug toestaan om te voelen wat dat er is. Om dat echt te doorvoelen, daar tijd voor te maken en ons lichaam daarin te betrekken. En dat is een eerste klein stapje dat je kan zetten om meer en meer contact te krijgen met je lijf. Want door meer en meer contact te krijgen met je lichaam, kan je al die oude stukken waar je mee rondloopt, jarenlang al, kan je die gaan losmaken. Kunnen die gaan wegstromen, letterlijk. Veel mensen zeggen ook tegen mij, ja, ik word daar zo onrustig van, lieve. Als ik zo van die ademhalingsoefeningen doe, ik word er aan betand van. Of ik word alleen maar onrustiger. Of wat weet ik allemaal. Of dat voelt zo slecht. Of ik moet zo hard wenen dan. Ja. Ja. Maar dat komt niet door die oefeningen. Hè. Dat komt omdat je de tijd neemt om stil te staan. We zijn zo geneigd om zo hard te leven. Om er zo hard van weg te gaan eigenlijk. En nog meer te kopen, te scrollen. Al die dingen allemaal. We staan gewoon niet stil, omdat we bang zijn om stil te staan. En als je onrustig voelt, of je voelt ongemak, of je voelt angst naar boven komen, of verdriet, dat zit daar gewoon. En dat is hetgene wat jou zo moe maakt. Dat is hetgene waardoor je vastloopt. En dat is hetgene waar je naartoe te gaan hebt. En als je eerst gaat zorgen voor die ademhalingsoefeningen, rustig, hè, dat je rustig kan worden. Je gaat ook meer veiligheid voelen bij jezelf. En dan kan je al eens gaan voelen. Als je dat moeilijk vindt om dat alleen te doen, hè, dan zoek je iemand die daarin jou kan begeleiden. Je kan dat ook met een vriendin doen of met je partner doen. Hè. Je kan dat eigenlijk allemaal met twee doen of in een groep doen. Hè. Daarom is Deep Dive ook een groepstraject. Dus we zijn daar heel veel mee bezig om veilig die natuurlijke staat van zijn, hè, terug te vinden. Van nature is onze geest kalm. Het is gewoon rust hier. Hè.
Kijk naar hele jonge kinderen, die zijn gewoon. Die gaan van het een naar het andere. Die hebben nog heel goed contact met hun emoties. We weten allemaal, een tweejarige die gaat van de ene seconde, ligt hij te trappelen op de grond van colère, en twee seconden later is hij fijn aan het spelen. Dus het is zo die natuurlijke flow die we onszelf eigenlijk terug toe te eigenen hebben. Ik ben kreetje altijd een beetje goed trekken, want het is weer anders. Op een of andere manier. Schaft het altijd weg. Dus die natuurlijke flow van in ons lichaam te komen, te voelen wat dat er is en naar buiten te brengen wat er is. Hè? Weet je nog, die beweging die ik maakte. Hè? We voelen en we brengen naar buiten. En we voelen terug en we brengen naar buiten. En dat daar geen belemmering op zit. Hè? Wat er heel vaak is, we voelen en daar stopt het dan. Auw, denken we. En die wil ik niet voelen. En dan gaan we van alles doen. Hè? En want we willen niet naar buiten brengen. Hè? Want we willen ons niet kwetsbaar opstellen. We willen niet tonen dat we ons verdrietig voelen of angstig. Of dat we een knuffel nodig hebben. Of dat we, dat we liefde willen geven. Of dat we liefde willen ontvangen. Er zit een heel sterke blokkade op heel veel emoties. Hè? En daardoor lopen we vast. En we voelen angst, en we durven ze niet naar buiten brengen, dus we slaan ze ergens op in ons lichaam. En we voelen verdriet, en dat neemt onze adem. En we doen daar dan iets mee, we schuiven het onder de mat. Dus die natuurlijke flow waarin je echt kan voelen wat er in je lichaam gebeurt, en dat je dat op een gepaste wijze kan naar buiten brengen, kan evacueren, kan doorvoelen. Het kan ademen en dat je het ook echt tot in de diepte kan voelen. Dat is eigenlijk waar we naartoe werken. Want doordat je daar naartoe werkt en doordat je dat meer en meer gaat kunnen doen, doordat je dat meer en meer gaat kunnen belichamen, dat je echt leert van te ademen en je mond open te houden en te ontspannen, hoe meer dat er feitelijk kan wegvloeien. Maar als er wegvloeit, komt er meer ruimte. Dus als er meer ruimte komt, ga je ook meer en meer voelen van maar er is licht en er is liefde en er zijn zoveel mogelijkheden. En mensen zien mij graag en ik zie mensen graag. Dus die overvloed komt dan eigenlijk vanzelf. Waardoor je veel minder afgewezen voelt, veel minder teleurstelling gaat voelen. En je kan sowieso... je wordt eigenlijk een soort container van energie die stroomt, van emoties die voluit mogen stromen. En dat je gewoon niet meer bang bent om te voelen. Veel mensen zijn heel bang om te voelen. En ik zie dat Frederik zegt, ik heb al zien in de live dag. De live dag is iets van deep dive. Je krijgt 5 live dagen als je inschrijft voor deep dive. En tijdens die live dagen gaan we echt met ons lijf aan de slag. Ik ga het heel kort uitleggen. Deep dive is een online traject en een live traject. En tijdens de online modules worden er een aantal zaken losgemaakt. Je wordt je bewust van een aantal zaken. En dat begint, die pijnlijke plekjes, die gaan zo'n beetje weken. Die worden zo wat losgeschud. Zoals je bezinksel losschudt in een fles, Orangina. Iedereen kent Orangina, zit zo'n bezinksel in. En als je daar zo mee schudt, dan gaat dat zo wat... in die fles circuleren. Dat is eigenlijk wat die online modules doen. Die online modules, want er zitten ook veel opdrachten in. Het is geen denktraject, deep dive, maar wel een doetraject. En daardoor worden die stukjes losgeschud. Maar door die live dagen kan je ze ook naar buiten gaan brengen. Kun je erdoor ademen. Kun je door in interactie gaan met anderen. Meer en meer die stromende energie gaan voelen en jezelf ook echt bevrijden van oude emoties. Dat is het schone, omdat we werken eigenlijk dubbel in deep dive. Je wordt je bewust en tegelijkertijd leer je je lichaam in te zetten om dat echt te evacueren, te doorvoelen en echt uit het systeem te krijgen. Het is zo belangrijk dat die twee gebeuren. En wat ik zie bij heel veel coaches en therapeuten, die zonder twijfel ook heel goed werk leveren. Maar het is ook echt belangrijk dat je je lijf gaat meenemen. Echt waar, als je al lang in therapie bent of in coaching of je hebt al veel geprobeerd, dan is je lichaam je sleutel. Zonder je lichaam ga je niet tot die groei kunnen komen die je nodig hebt. Want
je bestaat uit... je lichaam bestaat uit 7/8 lijf en maar 1/8 hoofd. Dus het is eigenlijk crazy om te denken dat je lichaam kunt negeren. En ik zie hier mijn deepdivers zijn al aan het dollen over de triloefeningen. Dat doen we ook allemaal. Het is dus door... op die live dagen leert je echt om te werken met je lichaam, te bewegen en om dat, je lichaam eigenlijk als vehikel te gebruiken om die emoties losser te maken. Er was nog even, daarnet een vraag van Frederik. Ik had gisteren geschreven op mijn Instagram bij een post. De belangrijkste weg die je gaat afleggen is van jouw gevoel naar jouw hart. Ja? En die weg loopt door je lichaam. Ik vond dat zelf eigenlijk een goede quote. maar Frederik vroeg, vallen die niet altijd samen? Nee, dus. Nee. Hoe gaat het eigenlijk? Idealiter wel natuurlijk. Hè? Idealiter, je komt er iets binnen, je voelt je verdrietig. En dat gaat dan zo, ik ga hem even rechtzetten. Alweer. Dus dat komt hier, je voelt je emotie. En dan gaat die naar boven, gaat dan naar je hartstreek. En dan... komt dat eruit langs je keelchakra. En dan doe je daar iets mee, wat dan ook. Je spreekt het uit, je benoemt het, je huilt, je maakt je boos. Ja, dat mag. Je mag je boos maken. Je brengt het naar buiten. Dat is de ideale stroom. Je ziet, als je... zo. Ik verhuis binnenkort, ik ga zo blij zijn met die extra ruimte. Oké, dus het komt binnen, het gaat zo naar buiten en je krijgt eigenlijk een circulaire energiestroom. Ja? Ook trouwens, seksuele energie loopt ook zo, maar daar zal ik eens een podcast over maken. Dat is de ideale plaatje. Maar voor veel mensen gaat dat zo niet. Ten eerste, veel mensen sluiten zich af van hun lichaam. Voelen misschien nog iets, voelen het binnenkomen, maar sluiten zich heel snel af van. En dat doen ze letterlijk. Betoneren, poorten die naar beneden gaan, luikjes die naar beneden gaan, muren die gebouwd worden. Ze betoneren hun eigen lichaam. Dus daardoor voelen ze alsmaar minder. Het is echt het letterlijk afsnijden van je hoofd. Ik kan zo energie zien bij mensen. En je ziet echt, sommige mensen zitten hier of hier misschien, met hun energie, maar kunnen het nog wel voelen, maar staan het zichzelf niet toe om het te voelen. Dat is één. Hè? Dus dat is één optie. Ten tweede, wat er ook soms gebeurt, is dat mensen het wel voelen, maar dat het eigenlijk dat het niet meer naar het hart, naar de hartstreek gaat. En dat dit helemaal afgesloten is. Nochtans heel belangrijk, dit stukje. Hè? Vierde chakra, hè? Hartstreek, ontvangen. Hè? Ontvangen en geven. Ontvangen van liefde, geven van liefde. En eens eventjes een vraag. Wat is de polariteit van liefde? Jullie kunnen allemaal typen. Wat is de polariteit van liefde? Daarmee bedoel ik de tegenpool. Typen is iets... Wat is de polariteit van liefde? Ik denk dat er een beetje vertraging op zit op de live. Gaat er iemand iets typen? Carolien zegt angst. Angst. Dat zijn allemaal mijn deepdivers. Eigenlijk moet ik zeggen dat mijn deepdivers laatst moeten antwoorden. Ja. Ja, maar die hebben allemaal keigoed opgelet. Ja. Ja, heel veel wordt er gedacht dat de polariteit van liefde haat is. Maar de polariteit van liefde is geen haat. De polariteit van liefde is angst. En angst die zit ook heel erg hier. Het is de angst die ervoor zorgt dat we de liefde niet toelaten en dat we de liefde niet geven. En het zinnetje dat ik in de vijfdaagse lichaamswerk vorige week tot in de treuren herhaald heb, en dat zit er ook helemaal
ingebakken intussen bij de mensen die aanwezig waren, is geen liefde zonder risico. En daarmee bedoel ik, als je liefde voluit, maar echt met een open hart... Ah ja, nog niet hè, Stefanie. Als je met een open hart liefde toelaat, ja, of liefde geeft, ja, daar zit altijd een risico in. Altijd. Hè? En onder risico zit angst natuurlijk. Waarom? Omdat je, als je liefde geeft, hè, kan je afgewezen worden. Als we voluit liefde geven en we staan echt liefdevol in het leven, maar echt liefdevol, hè, en je doet dat met een open hart, hè, ja, we weten allemaal hoe pijnlijk het is om afgewezen te worden, teleurgesteld te worden, dat liefde niet beantwoord wordt, dat het op een koude steen valt, dat mensen zeggen van, ik moet uw liefde niet, ga weg, hè. Maar dan serieus, of dat er mee gelachen wordt, of al die pijnlijke dingen eigenlijk. Hè. Tegelijkertijd, hè, als we liefde ontvangen, ja, ook daar zit altijd een risico in. Hè. Want hè, we denken dan, oei, maar misschien verlies ik, ga ik mezelf wel verliezen. Misschien zit er iets achter, misschien wil die wel iets van mij. Hè. Ons geloof in onvoorwaardelijke liefde is heel klein geworden. En ja, ik voel dat raakt mij wel, voel ik, als ik daar zo over praat. Want onvoorwaardelijke liefde is volgens mij heel, heel belangrijk in uw helingsproces. En dat je er gewoon mag zijn zoals je bent. Hè? Dat je in al uw facetten en met alle stupiditeiten dat je al gedaan hebt, of uw beperkingen als mens. Hè? Ik zeg altijd, hè, we zijn morsige mensen. Hè? We proberen er allemaal maar iets van te maken, van dit leven. En we doen dat met ups en downs. En soms maken we er echt de puin op van. Laat ons eerlijk zijn. En maar dat je echt voelt, hè, dat je gespiegeld wordt in zijnde als, maar je mag er echt zijn zo. Het is oké, hè, dat je die liefde kunt laten binnenkomen. Maar het lastige is als je die liefde laat binnenkomen, hè, liefde is als licht. Hè. En als we liefde laten binnenkomen, schijnt het ook licht op de pijnlijke stukken. En ja, dat is een beetje, hoe moet ik het zeggen? Dat is een beetje een catch-22. Hè, want we weten allemaal dat liefde zo belangrijk is en we hunkeren daar zo hard naar. En we willen dat zo hard. Ik denk, als ik 100 mensen op een rij zet en ik vraag aan hen, ja, wat is uw diepste verlangen? Dan is het wel, volgens mij, hè, om graag gezien te worden. Om geliefd te zijn. Maar niet vanuit tekort. Maar gewoon dat je voelt van, ja, dat die liefde onvoorwaardelijk is. Maar het doet pijn om dat binnen te laten. Er zit een risico op. Hè. Dus hè, die angst en die liefde, hè, die zit vaak dicht bij elkaar. En we willen het heel graag, maar tegelijkertijd is het ook beangstigend. We willen het heel graag, maar tegelijkertijd voelen we het risico dat we nemen. Hè. We willen het heel graag, maar tegelijkertijd moeten we onze nek ervoor uitsteken. Hè. Dus het is altijd zo, ja, er zit geen liefde zonder risico. En angst en liefde, hè, dat is een polariteit. Ja, dat zit hier. En angst heeft ook een tweelingbroertje. Hè? Dat weten de deepdivers ook heel goed. Het tweelingbroertje van angst is controle. En dat is heel interessant, want dat zie je heel vaak gebeuren. Hè? We willen, hè, we willen die liefde wel, hè? Maar we willen er dan ook veel controle op. Hè? Want als we de controle hebben, dan vermindert de angst. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Want we kunnen dat niet onder controle houden. Hè? En hè, maar gaan we van alles zien te controleren? We willen mensen controleren, situaties controleren. We willen een beetje liefde, maar niet te veel. En we willen liefde wel, maar dat het niet bepaalde stukken raakt. Hè. Zo proberen we op allerlei mogelijke manieren, hè, die controle vast te houden. Maar daarmee, ook al besef je dat niet zo, daarmee laat je toch nog niet toe wat dat je echt, hè, wat ik je echt gun. Hè, wat dat je waard bent. Zo, ja. Dus vandaar, hè, dus dat zeker niet altijd samengaat. Je kan het laten binnenkomen, soms, maar het dan doortrekken naar het hart en echt zo, hè, die liefde voelen daardoor. Hè.
liefde voelen stromen en voelen van, dat je het waard bent en dat je er helemaal mag zijn. Dat is vaak een weg die we af te leggen hebben en die wel wat werk vraagt. Maar ook dat leer ik bij Deep Dive. Zie, ik ben al een uur bezig, denk ik. Ah, nee, 3 kwartier. Ah, oké, goed. Er was nog ergens een vraag, maar ik weet niet meer welke dat was. Ik zag ook nog een aantal antwoorden. Onverschilligheid is niet de polariteit van liefde. Onverschilligheid is een emotie. Is een emotie voor mij en hoort bij mij bij kwaadheid. Ja, voor mij. Hè. En want je gaat het stuk vanuit verbittering, dat je onverschillig gaat opstellen. Ik wil er niks mee te maken hebben, of je kunt mij niet raken, of het doet mij niks, of die dingen. Het cynisme zit daar ook een stukje in. Zo heb ik alles verteld. Dus ja, ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Als je nog vragen hebt, shoot. Ik zit hier nog even. Dus ja, ga ermee aan de slag. Ik ga nog even samenvatten wat ik vandaag allemaal verteld heb. Enerzijds, je houding is belangrijk. Goed gronden. Goed gronden is echt belangrijk. Sta recht. Ik ga het nog eens voordoen. Sta recht. Hè. Zorg dat je voeten parallel staan aan je bekken. Hier is je bekken. Ja. Je voeten staan parallel aan je bekken. Zorg ervoor dat je voeten ook parallel aan elkaar staan. Dus nog een klein beetje naar elkaar toe. Je armen los naast je lichaam. Los naast je lichaam. En je knieën een beetje los. Hè. Zodanig je krijgt zo... Je wordt zo'n beetje zo... Je kunt zo'n beetje stuiteren zoals tijgertje. Ja. En zodanig, je wordt ook een pak wendbaarder. Voor de mensen die van mijn generatie zijn en naar Karate Kid keken. Je moet maar eens kijken naar Karate Kid. Die stond ook altijd met zijn benen een beetje gebogen. Waarom? Omdat je wordt veel wendbaarder. Maar het is ook veel gemakkelijker om te gronden. Dansen is ook super, maar buig door je knieën. En, belangrijk nog, laat je mond open hangen. En leer om te ademen door je mond, in plaats van door je neus. Omdat je veel meer de neiging hebt om je kaken op slot te zetten. Laat haal je tong van je gehemelte ook weg. En dan ga je ademen. Door je mond. 4 tellen in, 7 tellen vasthouden, 8 tellen uit. Als je voelt dat dat goed gaat... Als je voelt dat goed gaat, dan kan je uitademhaling nog langer maken. Hè? Ja, ik bijt heel snel op mijn tanden, zegt Els, als ik me goed herinner. Hè? Ja, dat is ook, je mag dat ook letterlijk nemen. Hè? Wat voor bijt je? Er zit vaak een emotie op. Het is ook een spreekwoord, hè, op je tanden bijten. Ja, wat doe je dan eigenlijk? Wat wil dat spreekwoord zeggen? Is dat je doorzit. Er is een soort van gebetenheid in. Hè? Het woord zegt het zelf. Gebeten. Je bent gebeten. Maar wat ben je aan het... Hè? Waarin zit je tanden? Hè? Wat ben je aan het doen eigenlijk? Emotioneel gezien dan. Hè, ons lichaam is een fantastische wegwijzer. Echt waar. Als we beter naar ons lijf kunnen luisteren, geeft het ongelooflijk veel signalen. En onze taal helpt daarin ook heel erg. We hebben heel veel zegswijzen die signalen aanduiden van ons lichaam. Begrijpt u naar de keel? Ligt u iets op de maag? Dus leer goed luisteren naar uw lijf. Dus 4 tellen in, 7 tellen uit, vast. 8 tellen uit. Die 8 tellen uit kan je verlengen naar 10 of naar 13 zelfs. En in trapjes inademen. Dat gaat jou ook zeker helpen. Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken die er te doen zijn met je lijf. Waardoor je lijf losser maakt. Waardoor dat je echt die pijnlijke stukken in je systeem, die niet hier zitten, in je hoofd, maar hier overal... Die pijnlijke plek, het verdriet waar je al heel je leven mee rondloopt. En dat je parten speelt.
Ja, er zijn natuurlijk nog veel meer manieren en opties om daarmee aan de slag te gaan. Maar dat kan ik allemaal nu niet vertellen, want dan zou ik een hele dag bezig zijn. Ik wil even kijken. Ja. Ja, ik zie hier een vraag van Stefanie. Vaak wanneer mensen beginnen te voelen, doen ze soms mensen weg. Ja, maar de vraag is natuurlijk hoe dat komt dat je mensen wegduwt. Hè? En volgens mij heeft dat te maken met dit. Hè? Geen liefde zonder risico. Hè? We vinden het lastig om ons te tonen in die kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid zit hem in dat je gewoon als een hoopje ellende ergens zit te wenen. Hè? We zijn zo gewoon om dat alleen te doen, omdat we daarin als kind slecht gespiegeld zijn geweest door onze ouders. Je moet je altijd goed voor ogen houden dat onze ouders, hoe hard dat ze ook hun best gedaan hebben, niet de beste emotiemanagers waren. Ze zijn ook kind van hun eigen opvoeding, van hun eigen tijd. Hè. Dus op het moment dat wij kind waren, hè, ik ben van de jaren 70, op het moment dat ik kind was en ik volop in mijn emoties was en toonde en mijn energie toonde, ja, ik kan me goed voorstellen dat mijn ouders daar niet zo'n weg mee konden. Hè. Dus als je voelt dat je, hè, als je in dat proces stapt en je duwt mensen weg of je wilt ze op afstand houden, hè, ga dan eens kijken naar wie dat je kan uitreiken om je daarin te ondersteunen. Ja. Of schrijf je in voor Deep Dive. De deuren gaan binnenkort weer open van Deep Dive, maar als je voelt van die Deep Dive, dat intrigeert mij wel, of het prikkelt iets in mij, meld je dan aan voor de wachtlijst, want als je enkel en alleen als je op de wachtlijst staat, krijg je en je schrijft je in voor Deep Dive, krijg je twee individuele coachingsgesprekken met mij. En die zijn toch van onschatbare waarde, vind ik zelf. Goed. Ja, Stefanie, dat kan. Hè, maar jij kan alleen. Het kan zijn dat andere mensen jou wegduwen, maar jij kan echt wel liefdevol aanwezig blijven, hè, op zo'n moment. Hè. Laat je niet van de wijs brengen. Zo, ik weet niet of er nog vragen zijn. Het was voor de deepdivers zeker een herhaling. Fijn, Frederik, om te horen dat je terug op de plek zit en waar je graag zit. En in elk geval heel erg bedankt om aanwezig te zijn. Er zijn veel mensen die gevolgd hebben van begin tot einde. En morgen ga ik het hebben over emoties. Hoe ga je daarmee om? Ja? Wat zijn de opties? En wat kan er jou helpen daarbij? Ja? Tot morgen. Heb een fijne dag.